Hey mensen en welkom terug bij een nieuwe video in de Banjo Studio op Banjo Hotel en samen met de Rick. That's me. En welke dag is vandaag? Friday. Friday. It's Friday. Friday. Gotta get down on Friday. Dat moet echt standaard Banjo Studio vrijdag intro Het is weer 12 uur, het is weer tijd voor een nieuwe Banjo Studio item. En dit keer hebben we fanfics. Ja, je merkt toch wel bij de kijkers, fanfics valt zo goed in de smaak. En dit is jouw maar ze doen het ook wel goed. Ja, want ik heb er wel een paar gezien en ik sta echt onder de indruk van de kwaliteit erin zit. En het leuke is, als het goed is, hebben we ook een telefoonnummer, of niet? Is dat die hier als laatste? Er zijn meerdere fanfics op in ieder geval. Of niet? Okay. Dat is een hele lange. Dit is geen telefoon. Nee, dat is één inderdaad. Dat is geen telefoon. Jammer genoeg geen telefoon. Hier zo. Nice. Dan kunnen we sowieso gaan bellen. Als het verhaal leuk is, gaan we. Laten we beginnen met het verhaal, Rick. Zal ik beginnen met voorlezen? Ga je gaan. De overname. Ik weet het nog goed. Bardo keek me aan of ik gek was. Alsof hij wist wat ik wilde doen. Precies nu. Net op dit moment. Net toen bijna alles goed ging. Bijna alles. Ik begon er een hekel aan te krijgen. Aan de situatie. Aan hem. En iedereen. Gewoon aan alles. Maar ja, wie ben ik om iets te vinden? Wie ben ik om mijn eigen lot in handen te nemen? Ik weet wie ik ben, maar niemand accepteert wie ik ben. Sommigen zien het niet eens. Oh, dit is diep, man. Maar de vraag is nu, van welk Banjo-lidse perspectief is dit? Ja, ik weet het niet. Ik denk Jordi. Misschien wel, hè? Ik weet wie ik ben, maar niemand accepteert wie ik ben. Zal ik het volgende doen? Ja, ik keek terug naar Bardo. Ik keek terug naar Bardo. Ik was bang, maar ik wilde hem niet laten merken. Hij bleef naar me kijken met een kiele, bevroren blik. Het is net een soort van 50 Shades of Grey. Ja, precies. Hij kende me ergens van. Ik zag het in zijn ogen. Ik wilde wegrennen met tranen in mijn ogen. Ik kon dit gewoon niet. Ik keek langzaam om me heen om te kijken of er niet iemand anders was. Dyslexie. Ik keek naar links. Niemand. Ik keek naar rechts. Jury. Oh. Ook niemand voor mij, man. Wil je doorgaan? Nee, ga maar verder, anders krijg je nooit aan. Er was een langdurige stilte die ik het liefst wilde verbreken, maar er kwam geen woord uit mijn mond, geen letter. Bardo was bang, ik was bang. We wisten het van elkaar. Ik wilde niet naar hem kijken, ik controleerde nogmaals of er niemand was. Ik keek weer naar links, ik keek weer naar rechts. Maar nu ook achter me. Maar een kast! Oh, what the fuck. Ik zag het. Weer zo'n ding. Hetgene waardoor ik nu niet onder de mensen kan komen leven, maar alleen. Het was een poster. Een poster met mijn naam en foto erop. Jordi. Ik had het goed! Jordi. Mijn achternaam is gelukkig nog anoniem. Ik werd gezocht. Poging tot moord op Rick. Rick, je bent dood. Nee, poging. Poging. Oh ja, sorry. Weet je wat poging is? Dat is wat ze denken. Dam. Ik keek naar Bardo. Ik vroeg me af hoe oud hij was. Ik gokte rond de 20 jaar. Iets in mijn hoofd vertelde dat hij me niet te doen. Wat? Het me niet te doen. Hij is te jong, dacht ik. Ik wilde wegrennen, huilend en krijsend. Oké, waar ben ik nu? Wegrennen, huilend en krijsend, ja. Hoe lang sta ik hier al? Ik keek op mijn horloge. Ik had een stopwatch gezet toen ik begon. Ik weet niet waarom ik het doe. Ik denk dat het is dat ik geen controle wil verliezen over de situatie. Als het niet gaat zoals ik het wil, gaat het altijd fout. Een slechte eigenschap, dacht ik bij mezelf. Maar het kon niet anders. Ik keek naar de cijfers. Ik stond in nu 6 minuten en 15 seconden. 6 minuten en 15 seconden? In hoofdletters. Was ik gek of zo? Om zo lang te blijven staan? Ik weet nog goed dat ik mijn ogen sloot. Voor een paar seconden maar. Ik deed mijn ogen weer open. Ze was aan het rennen. Ze? Bardo is een ze? Of hebben we dat ooit? Geen idee. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus het gebeurde weer. Ik had geen controle meer. Dit is precies hetzelfde wat er met Rick gebeurde. Mijn lichaam nam mijn ziel over. Ik kon niks meer doen. Ik probeerde aan iets leuks te denken, maar ik kon niks doen. Helemaal niks meer. Ik, of liever gezegd mijn lichaam, pakte het pistool waarmee ik een man bijna zijn leven heeft verloren. Okay. Mijn lichaam richtte op Bardo. Ik deed mijn ogen dicht. Ik wilde dit niet zien. Ik hield mijn ogen gesloten, wachtend op het moment dat het zou gebeuren. Ik hoorde de knal en meteen had ik weer controle over mijn lichaam. Ik barstte in tranen uit, schreeuwend en vloekend naar mezelf. Natuurlijk kwam iedereen kijken, buurtbewoners, mensen die voorbij liepen en allemaal van dat soort mensen. Zelfs mensen die ik kende, Yuri en Vincent, waren erbij. Ha, eindelijk. Ik probeerde mijn gezicht te verbergen. Het is trouwens wel echt goed geschreven, serieus. Het is echt zo'n... Hiermee kan je een boek vullen, weet je? Ja, maar de normale fanfictjes zijn een beetje poep. Ja, precies. Als ik een verhaal schrijf, is zo van... Hij kwam in de winkel, hij ging uit de winkel, klaar. En dit is echt... Ja. Hier zit detail in. Oog voor detail. Ze keken naar me. Ze zagen Bardo niet zo ver vandaan mij liggen. Sommige mensen keken naar me. Wat? Naar me, nog steeds. Sommigen gingen weg. Het was me net of ze het aankonden. Opeens werd ik vastgepakt door Vincent en Yuri. Ik probeerde los te komen. Ik zei niks. Ik schreeuwde alleen maar. Ik wilde iets zeggen, maar ik weet niet meer wat.
Ik werd geslagen door ze, in mijn maag, tegen mijn hoofd. That's what I like. Dat was maar goed uit. In elkaar. Ik wilde weg van deze wereld. Ik hoopte dat ik zo hard geslagen zou worden dat ik mijn bewustzijn zou verliezen en in rust zou sterven. Best een rare dood, maar niets liever dan de dood. Yuri en Vincent legden me neer. Ja, ze wisten dat ik niks meer kon doen. Ik hoorde de politie aankomen. Op dat moment nam mijn lichaam me weer over. Normaal gebeurde dat niet zomaar. Twee keer achter elkaar. Ik rende langs Bardo. Hij lag er met een glimlach bij, ook al was hij dood. Het enige wat ik hoopte was dat ik hier snel vanaf zou zijn. Ik deed mijn ogen dicht. Ik kon niks meer doen. Wow. Hoe emotioneel. Dit is wel diep, jongens. Het is maar eigenlijk is het gewoon iemand die voorstelt hoe die Bardo doodmaakt. Ja. Als Jordi. Is het, ja. Als Jordi. Beetje okay. Apart, beetje apart persoon. Ik werd wakker in een kamer. Het was vochtig. Het was ook heel erg koud. Mijn hoofd deed pijn en ik wist grotendeels niet meer wat er gebeurd was, totdat er een foto hing. Het was een foto van Rick. Degene die ik bijna had vermoord. En van Bardo. En van mezelf. Ook nog het pistool waar ik ze allebei mee wilde vermoorden erbij. Ik wist wat er aan de hand was. Ik wist wat de foto's en het pistool naast me betekenden. Ik had weer controle over mijn eigen lichaam. Dat is zeker. Maar ik probeerde me daar niet meer op te concentreren. Het is tijd, zei ik tegen mezelf. Ik wilde dit verhaal nog één keer tegen mezelf vertellen voordat het ging gebeuren. De man op de foto is Rick. Degene die ik wil vermoorden. Die ander op de foto is Bardo. Die heb ik net vermoord. En de foto van mezelf? Dat is dan duidelijk. Ik kroop langzaam naar het pistool. Ik kon me haast niet bewegen. Niet doordat ik werd overgenomen, maar doordat ik verschrikkelijk koud was. Toen ik bij het pistool was, pakte ik het goed vast. Ik keek er niet eens naar. Ik wilde dit gewoon snel afhandelen. Het pistool was geladen. Ik richtte hem langzaam naar mezelf. Net zoals de vorige keren deed ik mijn ogen dicht. Ik begon weer langzaam te huilen, maar niets van verdriet. Maar van blijdschap. Wat een creepy verhaal was dit. Damn, deze man. Deze man is gek. Holy shit. Eindelijk was ik er vanaf. De pijn. Het gevoel om jezelf niet in de hand te hebben. Ik was van alles af. Ik deed nog één keer mijn ogen open. Deze keer keek ik zelf naar het gat van het pistool. Ik deed nogmaals mijn ogen dicht. Wachten tot ik weer over zou worden genomen en ik eindelijk rust zou hebben. En dat is het einde ook echt. Ja, nu komt de hele banjo aan. Hij heeft een klein ietsje achter. Nou, we beginnen een verklaring. Oh, holy shit. Het gaat Gas. Over Jordi, probeerde mij te vermoorden, lukt het welke vermoord sicke, Bardo. Welke sicke fantasie heeft die gozer over Jordi? Ik denk dat dit gewoon echt serial killer match. Ik heb nu ook het gevoel dat ik morgen, dat ik dit ga dromen vanavond. Ja, maar dit is echt zo'n fucked up shit, weet je. Dit is echt fucked up shit. Dit is echt zo'n dark indie movie dat je zo aan het einde zo zit naar je scherm te kijken en dan van... What the fuck just happened? Ja. Dat zijn wel echt de beste games, dat de credits erop had ik bij The Last of Us, dat was echt... Ja, zeker. Wat? Holy shit. Hey, dan kun je iets blij. Hey, Banjo Town. Toen ik erachter kwam dat jullie dit leuk vonden om binnen te krijgen, ben ik meteen gaan schrijven. Ik wil niet nu gaan klinken als een kutfan, maar ik ben heel blij met het werk dat jullie leveren. Graag gedaan. You're welcome. Daarna hoop ik dat jullie hier iets mee kunnen. Mijn nummer, bla 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 bla. Mijn YouTube kanaal, youtube.com/loser/de-straatdier. S-T-R-A-D-I-R. Misschien weer even kijken. Staat in de beschrijving. Ik spreek verschrikkelijk slecht Engels op mijn kanaal. Ik weet het, dus waarschijnlijk Engels. Maakt niet uit. Je schrijft heel goed. PS, sorry voor de rolverdeling. Mooie woorden, ik had dit verhaal al een tijdje in mijn hoofd. Ik denk dat hij gewoon, hij excuseert zich voor de rolverdeling, maar het boeit mij geen ene reden. Eigenlijk vindt hij Jordi. We gaan hem bellen, we gaan volgens mij bellen. Serial killer. It all makes sense. Bardo die neergeschoten wordt. Wraak, Rick. Wraak, Jurie en Vincent. Figuranten. Prima, oké. Okay. We gaan Floris de Graaf eventjes opbellen. Floris de Graaf, je krijgt nu mijn nummer, want ik weet niet hoe je anoniem moet bellen. Dus als je een lul bent, bel me alsjeblieft niet terug. Het gebeurt veel te vaak dat mensen me terugbellen. Hey Rick, WhatsApp gesprek. Nee, bel me gewoon. Oké, komt ie. Luidsprekertje aan. Bam. De geluid naar de achterkant, dus ja. Gaan we nog pranken of niet? Ja, oké. Ik wil het gaan zeggen. Oké. Goeiedag, ik spreek met Hans de Graaf van Belastingdienst. Bent u meneer Floris de Graaf? Ja. We hebben momenteel een aangifte van u binnengekregen waarop u zegt dat u onlangs bij de Wallen binnengekomen bent. En we wilden even u informeren dat u geen belastingaangifte hoeft te doen voor de prostituees. Snapt u dat, meneer? Ja. Kijkt u, even een vraag tussendoor, gewoon voor mij en mijn collega's. Kijkt u wel eens naar Banjo Town? Wauw, oké. Nooit van Banjo Town gehoord? Nee,
Ja? Dat is kut, hè? Is fucking kut! Biotown. Wat een kutkanaal. Yo, Floris, hoe is het? Hey, holy shit. Holy shit, hij heeft het door, jongens. Je zit live in de Banjo studio momenteel. We hebben je net je verhaal voorgelezen. En we dachten, we bellen je even op, toch, Rick? Ja. Yes. Wow. Wow. Nou. Wat ging er door je heen toen je dit verhaal schreef? Ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik begon eigenlijk gewoon een beetje met schrijven. En het een van het ander. En ik had een mooi verhaaltje. Het was zeker een mooi verhaaltje. Ik vond het alleen echt creepy gewoon. Ja, het einde was ook gewoon. Ik dacht, is dit het einde? Wat? What the fuck? Dus Rick. Jullie was trouwens ook teleurgesteld dat hij een hele kleine bijrol had. Ja, als mijn figurante rol. Ik vind het fijn dat je me Jordi laat slaan, maar... Nou, prima. Had beter gekend. Ja. Nou, Jordi slaan, dat is nooit verkeerd. Ja, het is toch Jordi die dan opeens een hoofdrol krijgt en dan weet je het wel. Ja, het leuke was dus, ik zei in het begin vanaf wiens perspectief je zit en ik had Jordi gegokt. Dus ik had het wel goed. Ja. Mooi. Goed verhaal. Wil je verder nog iets zeggen? Nog iets te melden? Ik doe zelf nog helemaal niks te zeggen hoor. Ik ben wel tevreden. Ben je nog iets te zeggen, Rick? Heb je nog een vraag of zo? Weet je, je bent nou toch in de studio. Nou, weet je, ik had je daar aan de telefoon, ik ben naar buiten gelopen en ik ben nu gewoon een beetje rondjes aan het lopen. Maar ja, ik vind het echt, want je begon over de wallen. Ja, we dachten, we prankallen je gelijk eventjes. Ja, want ik dacht, oké, ik ben laatst naar Amsterdam geweest. Ik ben door zo'n hoerenbeurt gelopen. Oh, Florian, Floris. Wat zeg je nou? Het staat allemaal op camera dit, hè? Oh. Dames en heren. Nee, ik begrijp hoe erg Floris in de war was. De belastingdienst belde tegen de wallen en hij liep laatst over de wallen. Helemaal, oh nee, dat heb ik gedaan. Het is toeval. Ik had gezin om iemand te horen om ergens mee te lopen. Laat ik maar lekker aan. Ja, dacht je ook meteen eigenlijk aan dit van, hey, misschien is het Banjamtown wel, want ik heb ze mijn nummer gegeven? Of schoot dat je totaal niet te binnen in het begin? In het begin, toen Jury je belde, had je toen al zoiets van, oh, dit is Banjamtown, want die hebben mijn nummer, of dat niet? Ik versta echt heel erg weinig, sorry hoor. Ja, je staat op de speaker bij ons namelijk, daarom. Ja. Oké, had je nog een vraag, want de camera staat niet meer aan? Was het even uitgevallen? Of ik nog vragen heb na zo'n heel verhaal over de wallen en dat soort dingen, ben ik wel tevreden eigenlijk. Ik heb nog één vraag voor jou dan. Is goed. Wie is je favoriete lid van Banjamtown? Mijn favoriete... Weet je, dit antwoord gaan jullie allemaal gewoon haten. Is het Vincent? Dit antwoord gaan jullie haten, maar Jordi vindt het toch wel gewoon echt goed. Wie zegt hij? Wie is het? Ik kan nog één keer zeggen. Jordi. Wat? Waarom? Oké, het is genoeg, Floris. Bedankt. We zien je misschien ook nog een keer. En dan gaan we het hier even over hebben. Wat heb ik gedaan? Hij staat nog steeds aan. Oké, okay, jongen, Floris, bedankt. En de video komt binnenkort online, dan zal je hem wel zien. Doei, Floris. Doei. Later. Hij zit hier. Hoe zit ik hem uit? Oh, hier. Dat is geen iPhone, hè? Nee, sorry. Nou, dat was een lange video, denk ik. Moet het ingeknipt worden. In ieder geval, jongens, hartstikke bedankt voor het kijken. Graag gedaan. Volgende week maandag weer een nieuwe item voor de Banjo Studio. Vergeet geen blauw duimpje omhoog. Abonneer. En tot maandag in de Banjo Studio. Ah, dus. Doei!